allemaal een heel fijn Pinksteren. Ben jij ook benieuwd naar wat er precies gebeurde in de bovenzaal op de Pinksterdag? Voordat de Heer Jezus naar de hemel ging, vertelde hij zijn volgelingen dat ze kracht zouden ontvangen wanneer de Heilige Geest over hen kwam. En dat ze zijn getuigen zullen zijn in Jeruzalem, heel Judea, Samaria en tot het uiterst verste plekje van de wereld. Ook kregen zijn vrienden de opdracht om in Jeruzalem te blijven en te wachten op de belofte van de Vader. Luister maar goed naar wat er gebeurde toen ze aan het wachten waren. Op de Pinksterdag waren alle vrienden van Jezus samengekomen in een huis in Jeruzalem. Plotseling waaide er een sterke wind vanuit de hemel en er verschenen vlammen boven de hoofden van de discipelen. De Heilige Geest had hen vervuld en ze konden ineens in allerlei talen spreken die ze eerst niet kenden. Vanaf dat moment konden ze overal het nieuws over de Heer Jezus gaan vertellen. In die tijd waren er in Jeruzalem heel veel mensen uit allerlei landen die daar speciaal gekomen waren voor het Pinksterfeest. En tot hun verbazing hoorden ze de mannen uit Galilea in hun eigen taal spreken over Jezus die was opgestaan uit de dood. En daar ging iemand staan. Het was Petrus. Hij stond op en vertelde het volgende. Hij beloofde dat alle zonden van de mensen vergeven zouden worden als ze zich lieten dopen in Jezus' naam. En die dag lieten ongeveer 3000 mensen zich dopen. En dat was het begin van de christelijke kerk, van onze kerk. En de vrienden van de Heer Jezus bleven Gods woord verspreiden. Soms was hun leven in gevaar, maar dan baden ze tot God en Hij beantwoordde hun gebeden en Hij beschermde hen. Heel veel mensen kwamen naar hen om te luisteren en lieten zich dopen in de naam van Jezus. En ook vandaag komen er nog overal mensen in de wereld samen om naar Gods boodschap te luisteren. En dat is allemaal begonnen op de eerste Pinksterdag. Nou, met Pinksteren vieren we de dag waarop de Heilige Geest is gekomen. Wij komen samen in de Dome of op de campus van Levende Steen Ministries. En in heel Nederland en in de wereld zijn er kerken waar zijn blijde boodschap wordt verteld. We kunnen wel zeggen dat de kerk die dag geboren is. En net als de mensen toen, kunnen wij nu, wanneer we hem vragen om ons te vullen met zijn geest, helemaal vol zijn van de Heilige Geest en spreken in die hemelse taal. En sterk zijn om zijn getuige te zijn. Want als je vol ergens van bent, dan wil je er ook over praten. Ben jij ook vol van de Heilige Geest en zijn kracht? Samen kunnen we zijn getuige zijn en vertellen over de goedheid en de liefde van de Heere God. Want jullie weten het, God is een God van wonderen en van kracht. En wij mogen dat vertellen en laten zien, zodat de Heere Jezus verheerlijkt en geëerd wordt. En dat net als op de Pinksterdag heel veel mensen in hem gaan geloven. Ik zie je snel weer!